Ja, wat fijn, hè? Wat fijn dat ze deze mensen hebben gevonden om dit verhaal te kunnen vertellen. Bij iedere musical die je maakt, ben je op zoek om die letters van het papier, van het script, echt te maken. En onder aanvoering van de regisseur Mark en de choreograaf Daan, ja, iedereen heeft daar ideeën bij. Als regisseur ben je eigenlijk eindverantwoordelijk over het volledige product. Ik kan het natuurlijk absoluut niet alleen. Ik doe dat met een hele grote groep creatives, zoals we dat dan noemen. Wat we hadden als uitgangspunt was een boek met een tekening en daar stond een sterren in. En ga die maar zoeken en moet dat per se die tekening zijn? In het casten van de sterren zijn we natuurlijk in eerste instantie op zoek gegaan naar meisjes die heel goed kunnen acteren, heel goed kunnen zingen en heel goed kunnen dansen. Maar ook een bepaalde twinkeling of sprankeling in de ogen om te laten zien dat ze er zijn en dat ze er dat ze ook heel graag op het toneel willen staan. Ik ben Joya en ik speel sterren. Ik ben Noah en ik speel ook sterren. Ik ben Lilo en ik speel ook sterren. Sterren is een heel lief en vrolijk meisje. En ze leest heel vaak in haar boek die ze van haar moeder heeft gekregen. Ze beleeft allemaal spannende avonturen, want ze opent in de Sprookjesbibliotheek of in het kasteel van Graaf Stanislav, opent ze allerlei deuren en achter elke deur zit iets spannends, dus ze is best wel stoer. En ze heeft een hele lieve opa. Ik ben heel blij met Diederik als opa en als sprokkelaar, omdat hij van zichzelf een hele mooie, warme vertelstem heeft. En daarbij kan hij ook heel erg goed transformeren naar een totaal ander personage, wat de sprokkelaar dan is. Wat me aantrok in die rol is natuurlijk die combinatie van enerzijds een doodgewone opa, zoals iedereen een opa kan zijn, en aan de andere kant een totaal magisch sprookjesfiguur. Zoiets wat je nog nooit op straat hebt gezien. Een heel bijzonder karakter. En dat combineren, dat is hartstikke leuk. Ik speel in eerste instantie Graaf Stanislav. Ik speel ook koning Oberon, de partner van Titania. Ik speel ook, en dat vind ik eigenlijk stiekem wel een van de leukste personages om te spelen, Willem van der Dekken. En Katharina van der Dekken, dat ben ik dan. Hè? Ja. Ja. En wij zijn eigenlijk een beetje de komische noot in de voorstelling. Kate die speelt de moeder van Sterren, maar die speelt ook de moeder van Stijn. En dat vind ik altijd heel erg leuk. Eigenlijk hetzelfde als met de opa en de sprokkelaar. Dat twee totaal verschillende personages door dezelfde persoon worden gespeeld. Het hele auditieproces was intensief. En dan had ik het geluk om door te mogen naar de volgende ronde. En wat het leuke was aan die laatste ronde is dat ze heel graag ons als auditanten wilden zien met alle verschillende meisjes. En al met de energie van opa, want de opa was al gecast. En dat was ook heel erg leuk voor mij om te doen, omdat je dan met al die meisjes mag auditeren en al die zenuwen die bij hun kwamen, dat is zo zoet. We moesten zang doen, we moesten dans en we moesten acteren. Ik dacht, nou, ik doe gewoon wat ik normaal ook doe en dan komt het vast wel goed. En toen bleek het dus dat ik door mocht naar de finale. Dat ging eigenlijk ook best wel goed. En toen moesten we een hele tafel vol met jury, moesten we zeg maar gewoon dansen, zingen en toneel spelen. Ook met moeder Stijn en met de moeder van Sterren en met opa. En toen werd ik de volgende dag gebeld. En toen werd het, je mag Sterren worden. En ik was zo blij. Dat is echt niet normaal. Ik ben echt super blij met de cast en met de crew. En ik kan echt niet wachten om dat wat wij met z'n allen gemaakt en hebben, met z'n allen gecreëerd hebben, om nu aan het publiek te laten zien. Dat vind ik echt heel leuk om te gaan doen. Ik kan niet wachten. Ja, wat een werk, hè? En wat zag dat er spannend uit allemaal. Ja, al die kleine verhaaltjes zijn weer kleine sprookjes op zich. Nou, ik ga weer verder. Tot een volgende keer.